Ik sta hier in de kapsalon van Jack Huls. We kennen elkaar al een jaar of 30 volgens mij, maar we zijn elkaar weer opnieuw tegengekomen op Facebook. En eigenlijk een vraag: wat doe jij op Facebook en heb je er wat aan zakelijk gezien? Ik ben sinds september 2011 zijn we naar het nieuwe pand verhuisd, Pleintje Kaak in Te Warg. Sinds die tijd eigenlijk altijd een beetje aversie tegen alles wat snel is en zo. Ja, was niet zo meer bekend, maar ik dacht een nieuwe salon. Moet ook met de tijden mee, dus vandaar aangemeld bij Facebook. En nou ja, intussen 600 vrienden. En zakelijk gezien een hele goede zet geweest. Dat we toch verloren klanten weer terug zijn gekomen. Of dat mensen die toch voorbij zien flitsen op Facebook toch een afspraakje maken. Toch zeer benieuwd zijn doordat ze foto's hebben gezien. En alle informatie die we achterlaten. En wat ik heb al, ik volg jou ook op Facebook uiteraard, maar ik zie je laat ja, heel veel foto's doe je, hè? Maar Inderdaad. wat doe je nog meer? Wat zet je nog meer op Facebook? Ik zoek continu het laatste nieuws van toeleveranciers. We werken met het Amerikaanse product Sebastian. Nou, zeer hoog aangeschreven wereldwijd. De Rolls-Royce onder de kappersproducten. Verder kleuren we met Schwarzkopf, een Europees bedrijf. Maar zoek toch continu de laatste nieuwtjes ook van deze firma's. En wil dat toch voor mijn klanten weer profileren om dat op Facebook te zetten. Dat ze toch continu zien dat we op de hoogte zijn van de laatste trends en wat er zich allemaal ook in kappersland afspeelt. Ja, en merk je ook dat klanten dat waarderen, dat ze daar zeggen van hé, dat vind ik leuk. Ja, want krijg je toch veel respons op van klanten die toch continu ons voorbij zien komen op Facebook. Ook s'avonds in de privésfeer toch af en toe oude disco-hits, noem maar op, alles wat met mode te maken heeft, dat we laten we toch nog steeds een revue passeren. En, Ja. En daarnaast ben jij ook docent of niet? ik ben examinator, assessor heet dat tegenwoordig, met een heel mooi woord. En dat houdt in dat ik in principe als examinator in dienst ben van Visavie, dat is een onderwijsbureau. Die nemen landelijk kappersexamens af op alle erkende kappers, dagscholen, ROC's in Nederland. En ik heb het mooie erebaantje dat ik één keer in de 2 weken een examen afneem op een van de scholen in Nederland. Ja, en dan zie je tenminste die foto's heb ik ook al eens voorbij zien komen. Dan maak je dan ook foto's en die publiceer je dan weer op. Ja, alles wat met ons vak te maken heeft, vaktechniek, informatie, alles delen wij op Facebook. Ja. En die vrienden, heb je daar ook een inzicht in wat voor mensen dat allemaal zijn, die 600 vrienden? Ja, want de kapperswereld is net showbiz, dus ons kent ons. Dus gewoon alle landelijke kappers die mij kennen of die ik ken, of via een show, via een cursus. Nou, een vriendschapsverzoek is snel verstuurd of geaccepteerd. En je zit nu alleen op Facebook. Denk je er ook nog over om andere kanalen in te zetten of blijf je? Ik heb onlangs ook een smartphone in gebruik gekregen. Dus ik denk dat de volgende stap het Twitter gaat worden. Nou ja, LinkedIn en alle dingetjes die nog gaan komen. Ja, dus jij ziet nu, zeg maar sinds september 2011, wel de kracht van social media in. Absoluut. Ja. Hey, dankjewel voor dit korte gesprek. Graag gedaan.